en Jan van Dam in Emmeloord is vandaag jarig. Dus Jan, lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Walla 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 walla. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Het is vandaag vrijdag en ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. En dat is dus wat ik al zei, vrijdag 27 november om 12:45. En Jan van Dam in Emmeloord is vandaag jarig. Dus Jan, lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ga even een liedje zingen, ja, waarom niet? Lang zal Jantje leven, lang zal Jantje leven, lang zal Jantje leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepe de hiep, hoera! Hiepe de hiep, hoera! Nou, Jan nog van harte en alles nog. Je hebt je cadeau al binnen. Ja, dat had ik naar je toegestuurd op een andere manier dan. Want ik kan niet bij je komen, ik zou niet weten hoe. Nee, die heb geen station daar. Ja, er komt geen trein daar. Ja, een bus. Hoe kom ik in een bus met een scootmobiel? Gaat allemaal niet, nee. Dus ja, ik ben wel eens vroeger bij je thuis geweest met Jantje Croissantje. Dus ja. Altijd dikke lol verder, maar in ieder geval, jij komt wel bij mij en daar nemen we maar vrede mee, hè. Ja, het kan niet anders. Maar in ieder geval, je hebt je verjaardagscadeau al binnen en ik hoop dat je er blij mee bent. Dat, bel je ook nog, ja zeker te weten. Ja hoor, ik bel jou straks op. Ik geef met deze twee viervoeters lopen die hier zitten. En ik ben bezig de tafel al aan het leeg te halen. Want het kleed moet er weer af. Waarom? Ja, ik moet in de schuur liggen kersttakken. Dus die haal ik hier naartoe en ik ga weer druk bezig met kersttakken te versieren. Komt daar weer een bos, komt daar weer een bos. En als ik genoeg heb, ook natuurlijk weer voor buiten een bos. Ja, komt allemaal goed. Natuurlijk allemaal lieve vrienden, nogmaals, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, de beesten bestaan uit, nou ja, niemand anders dan onze kleine meid Rijka. En dan onze grote meid Elwin. En de oudste van het Mikmakkie, dat is onze Kando. Oh, die zit buiten, maar die laat ik buiten, want ik ga toch nog eerst lopen, ja. Hey, verslik mijn lucht. Geen corona dus. Jongen, nog een toe. Maar in ieder geval, het schijnt in Urk en in Emmeloord, op de mist op Urk moet ik zeggen, en in Emmeloord, want het is, Urk is een eiland en dan is het op. Ja, dus daar schijnt het met dat gekke gedoe erger te zijn dan elders. Heb ik gehoord of het zo is. Joost mag het weten. Maar ja, ik heb wel een Joost gekend en daar vroeg ik het ook wel eens aan. Maar die wist dat nooit. Nee, raar hè. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten voordat ook Astrid weer komt. Want die komt ook straks. Dus ja... We moeten maar zien. Ik neem beneden de boel weer in beslag. Ja. Zij mag dan de hal wel doen. Nou, wat heb ik? Ja, de hal moet even een goede beurt ook. En de trap. Trap, et cetera. Nou. Maar even wat water, toch? Ja. Even wat water. Ja, baba. Dat is nog een
kinderbekertje geweest van mijn kinderen. Ja, tenminste van mijn meiden. En gewoon nog een waterbekertje. Ja. Zo. Hé, jij ja, nou moet kunnen. Nee, hoe ga je er mooi bij liggen? Oh. Ja, en die rode die zit daar, die andere. Maar die blijft maar mooi even zitten, want wij gaan lekker weg. Ja. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. En ik laat jullie meegenieten vandaag met de kersttakkenversiering. Ze zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben druk bezig. En ik moet nog boodschapjes doen. Ja, dat ga ik zo meteen eerst doen. Maar ik laat jullie even wat zien, even meegenieten. Ik moet niet over stekkers hier omheen rijden. Walla 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 walla. Ja, er zit ook een lichtje in. En er zitten twee zwarte ballen in. En dat is deze hero. En dat is die hero. Ja, en waarom? Die zwarte ballen. Ik heb er een grijtje bij, want het zijn geen gewone ballen. Als ik het helemaal versierd heb, komt er een tekst op te staan. En iedere keer dezelfde, wat mijn mannetje toen had gedaan en wat ik had gedaan. Allebei de ballen hetzelfde. Ik weet nog wat erop stond, dus... Ja, mijn mannetje die schreef aan mij op één bal, ik hou van jou. En ik schreef, ik ook van jou. Gewoon weer op. Ja. Dat was zijn laatste kerst dat ik toen die ballen van hem kreeg. En die heb ik er toen gelijk ook ingehangen. Dus ja. Maar komt goed. Ik ga zo eerst even boodschapjes doen. Want ik heb geen snackjes meer in huis. En ik heb niet mijn wijntje meer in huis. Zet hem maar op. Ja. Dus ik doe even de box dicht. En de snoeren gaan even omhoog. Kan er niks gebeuren. En daar liggen ook nog takken. En dan denk je, waar moet je daar nou mee? Nou, deze komt daar te hangen. Ja. En dan ga ik weer eventjes schiften met de takken, want dat zijn twee hele grote. Dat zijn de langste. En moet je eens kijken. Ja, en dan heb ik hier ook nog een tak, die is klein. En dan is deze weer ietsje groter. En dan heb ik hier nog twee. Ja, nou. Hup. 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 Dat komt naast de kast te hangen. En dit, wat denk je dan? Nou, dat komt buiten te... Buiten? Ja. Komt gewoon buiten. Zo simpel. Ja. Komt toch nog een paar takjes tekort. Want die komt aan de... Dat ding wat er nog steeds staat. Die moestuin aan die kooi. Komt dat te hangen. En ik had altijd ook nog takjes. Wat ik vastbond op de tafel. En dat heb ik nou niet. Die kom ik nou pas achter. Er zijn een paar kleine takjes tekort. Maar ja, ach... Dat is niet zo duur, die kleine takjes. Dus dan koop ik gewoon nog even een bosje erbij. Ja, komt goed. Eerst dit klaar hebben. En dan komt de rest wel. Ja toch, zeg lieve vrienden. Geniet. Ik laat het jullie gewoon. Als het al te donker wordt, laat ik het jullie morgen weer zien. En dan probeer ik de lichtjes erbij aan te doen. Ja toch, we zien wel. Maar ik ga nou eerst boodschapjes doen. Want anders heb ik geen drank. Want straks sluit de drankafdeling. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Dus ik zeg tot later. Ja, lieve vriend. Ik ben weer thuis van boodschappen doen. Ik ga nou lekker een bak koffie maken. En ik heb heel lekker een corona biertje meegenomen. Dus een bak koffie en een biertje. Ja, hoe doe je dat, hè? Ja, gewoon. Samen drinken word je ook niet zo snel dronken, nee.
koffie of water, nee, ja, dat schijnt te neutraliseren, die alcohol. Maar het is wel lekker, ja hoor. Maar kijk, ik heb nou ook even licht aangedaan boven de eettafel. Ik ga zo meteen weer verder naar de versiering, want ik ben nog niet klaar. Nee, en hij ligt op een gedeelte van een slinger die er al in zit hier al. Om de boventakken weg te halen, want dat is natuurlijk lelijk. Ja, dat is lelijk. Dus ik ga zo meteen verder, want ik ben nog lang niet klaar. Nee. Tussendoor ga ik ook een broodje nuttigen met een lekkere zoute haring en een siepeltje, oftewel een salt en mais siepeltjes. Ja. En heerlijk. Ja, en dan de hondjes nog uitlaten en televisie kijken, etcetera, etcetera, etcetera. Ja. Ik kom natuurlijk hopelijk wel weer retour, als ik het niet vergeet, als die sowieso hangt. Ja. Die komt daar te hangen op die muur over dat gedicht heen, dat blauwe gedicht. Ja, die kant, dat gedicht. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Jullie zullen beleven. Ik zou zeggen, hou goede moed, want dan doe je het goed. Ik zie jullie later.